We zijn in Rotterdam-Zuid, het nationale programma Rotterdam-Zuid. Ontzettend interessant. Volgens mij een schoolvoorbeeld hoe het moet in probleemwijken in Nederland. Alles komt bij elkaar. Echt petje af voor het onderwijs, hoe scholen dat oppakken. Het is gewoon een samenspel tussen wooncoöperaties, tussen de gemeente, de onderwijs. Criminaliteit wordt gezamenlijk aangepakt. Echt perfect. Dit is hoe het zou moeten. Er is op een gegeven moment een grens van wat een kind kan bereiken. En ik denk dat je heel blij mag zijn als je precies die grens gehaald hebt. En zelfs dat er iets overeen komt. Het gaat niet alleen om de cijfertjes. Nee, hè? Nee, precies. En dat vind ik ook echt heel belangrijk. En daarom ben ik ook zo blij met het hele brede schoolverhaal. Ja. Dat de kinderen veel meer doen dan alleen maar dat ze zijn meer dan die CITO-scoren. Ja. En als ik hier bijvoorbeeld kijk naar de theaterlessen die de kinderen dan krijgen, ze laten zichzelf echt zien. En dat vind ik heel veel waard. Ja. Oké, we gaan nog een stukje. Het was een werkbezoek met een hele positieve inslag. Mensen hebben er zin in, die gaan ervoor in deze wijk. En het is een heel positief geluid. Een leerzaam werkbezoek gehad hier in Rotterdam-Zuid. Gezien hoe mensen, bijvoorbeeld onderwijs, hoe ze daar met passie en intensiviteit allerlei zaken behandelen. Zeer goede ontwikkelingen. En ik zou het graag zien als voorbeeld voor de rest van Nederland.